Goedemiddag allemaal. Wij zijn, Martie is bij de bakker geweest. Nou, die was blij, jongen. Ja, we hebben... Ik dacht taartjes. Ja, dat had ik ook gehoord, maar dat niet. We hebben een mooi pakketje gescoord bij de bakker Achterberg. En wat zat erin voor 5 euro? Net geen 5 euro. Een... Dat ziet er goed uit, hè? Bitterbrood, ziet er goed uit, toch? Dat dacht ik ook. En, dit is ook bruin, maar dat is meer tarwe. Wat kost een brood normaal gesproken? Nou, dit is normaal al 5 euro. Oh, oké. Okay. Maar dan hebben we nog veel meer. We hebben namelijk ook 5 krentenbollen. Lekker. Oh, die vind jij zo lekker. Ja, daar ga ik zo eerst eentje van nemen. Echt waar, hoor. Heel vers. En dit zijn luxe broodjes. Dat is meer voor jou. Ja, want dat vind ik weer heel lekker. Kan maar wat is. Sandjes. En een goede bruine bol als je dat dus. Ja, dus 4 luxe broodjes, 5 krentenbollen en bruine bolletjes, 6. Die voelen ook nog heel goed. Is dit gewoon brood van gisteren dus? Ja, en dat is gewoon hartstikke mooi voor 5 euro. Ik kan echt helemaal niks van zeggen. Okay. Ik ben heel blij mee. En dan wil ik nog even zeggen. Ja, bedankt zeg je dat tegen mij. Ja, bedankt bakker en bedankt Marty. Maar dit is goed nieuws, want weet je wie er meedoet aan Too Good To Go sinds deze week? De Lidl. Ja. En ja, het is me nog niet gelukt om een pakket te pakken te krijgen, want het is echt heel gewild. En dat snap ik ook. Het is namelijk maar 3 euro. Ze doen door het hele land mee, dus ga vooral kijken in je eigen woonplaats. En het is een groente- en fruitpakket. En dat is super, want zij hebben al, ik weet niet hoe vaak, prijzen gewonnen met groente en fruit. Ja. Dus ik ben erg benieuwd. Ik ga proberen om er eentje te scoren. Gaan we doen. En dan? En dan vullen we dat natuurlijk. Oh, dan zien ze het vanzelf. Oké. Is dat alles? That's all. Oké. Daar zijn we weer. Terug van de Lidl. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar geen pakket kunnen krijgen. Wel potverdikke. Ik blijf het proberen voor jullie, maar er is echt een run op momenteel. Snap ik ook wel, want het is, zoals ik al zei, een vondst van Too Good To Go. Maar ik ga maar wel even unboxen, want ik ben wel bij de Lidl geweest. Dat is aardig van mij. Ja, vind ik heel aardig. En ze hebben toch ook wel weer hele leuke dingen. En bovendien appelsapjes voor de vader, dan moest hij ook nodig weer hebben. Dus dat heb ik geregeld. Een zak appels voor Martie. Martie. Van de week eten we gezond. Dat wisten jullie nog niet. We eten eigenlijk alleen groenten. Daar komt het dan op neer. Met een mager stukje vis of vlees hier en daar bij. Een klein beetje kaas en salade. Dat soort dingen. 2 Rivella. Want we drinken ook geen wijn. Dat is voor Martie niet zo erg. Maar voor Ellie iets minder. Maar daar komen we overheen hoor. Tomaten. Afgeprijsd. Prachtige Roma, kleine tomaatjes. Mm. 1,50 nu voor een hele pak. Groente en fruit, daar zijn ze echt heel goed in bij de Lidl. Nou, hier heb ik zo'n klein blokje. Zwitsers kaasje in hele kleine blokjes in de salade. Is dat heel lekker. Dan heb je toch niet veel vettigheid. Een beetje spek voor de eieren, want 's morgens eten we vaak een eitje. Pinda's, deze keer dus niet gebrand en niet gezouten. Heel goed. Iets minder lekker, maar wel bijzonder. Zometeen ga ik een salade maken uit een heel leuk nieuw kookboek wat ik heb gekregen. Van Charlie. En daarin zit huttenkeze. Ik vind het niet zo lekker, maar ik denk in die salade wel. We gaan ons best doen. Gerookte zalm kan ook heel goed in een salade. 2 emmertjes yoghurt. 1 voor Marty en 1 voor Omi. Een courgette. Er zit tegenwoordig een sticker op dat hij biologisch is. Nou, volgens mij is het onzin. Ja. Alle groenten en fruit. Maar dan is hij toch niet meer, dan is hij gewoon niet bespoten en zo. Daar gaat het vooral om. Nou, denk ik vind die sticker erop ook niet zo makkelijk. Nee, spessieboontjes en boontjes is heel lekker om zo te eten in zo'n week dat je gezond doet. Kijk eens hoe goed Martie bezig is geweest uit eigen tuin. En Suzanne, is het dan genoeg? Oh nee, moet ik hier laten liggen, want ik moet alles laten zien, hè. Wat ik allemaal kan kunnen kopen voor dat geld. Een melkje voor de cappuccino. Suiker voor het bakken. Even niet voor ons natuurlijk, maar later. Rietsuiker, dat is ook heel fijn. Ook goede koop. Een prachtige venkel. Zo hoort dat er dus uit te zien. Al zeg ik het zelf, ja. Nou, wat een verschil.
wat gecrashed is bij ons door de storm. De venkel is gecrashed. Een hele fijne zak voor 1 euro. Dat was heel erg in de aanbieding ook. XXL. Ik maak er denk ik een soepje van. Officieel is het roerbakgroente. Een zalmfiletje met huid. Ik vind dat heel fijn. 2 radijs. Die gaan ook in de salade die we zo gaan maken. En daar ben je dan wel. Ik geef op Martje. 2 komkommers voor Omi. Zijn ook altijd heel goedkoop bij de Lidl. 1 voor Ellie. Die moet ook in de salade. En puntpaprika's. Ook leuk. Ja, leuk hè. Verschillende kleuren. Een Glorix in opdracht van mijn man. Nou, dat zegt alweer genoeg. Ja, dat zegt alweer genoeg. Dit is ook lekker om te bakken bij het ei. Dat is een Duits hammetje. Rauwe ham. Een pot augurken. Een pot jam. Jampot hoor, noem je dat. Jampot. 3 rode uien. Een hele mooie grote rode uien. Die gaat ook in de salade. Ga ik jullie zo laten zien. En nou, dit is van de kruidvat. Hooikoorts spirretjes. Oh, heel goed. En dat was het. En dit hele gebeuren kostte mij 54 euro en een beetje. En dat is toch niet zo duur. Heel goed. Nou ga ik een lekkere salade van voor jullie maken. Ik hoop tenminste dat je er inspiratie uit opdoet. Basilicum? Basilicum, normaal hoef je die niet te wassen. Maar deze komt uit de tuin. Dan zit er altijd wel een beetje zand op. Die moet ik wel even wassen. Wat heb je verder nodig voor de salade? Paprika. Ik neem een gele, dat vind ik leuk gezicht. Ui. Komkommer. Er staan 8 grote tomaten, maar ik heb kleintjes. Dus ik neem per dubbele, 16. Radijsjes. Die dingen snij je ongeveer even groot. En dan gaat als laatste de rietkees erover. Maar ik begin met de dressing. Die doe ik in een potje. Ik maak eigenlijk altijd iets te veel. Want dat is heel handig. Het potje kun je zo in de koeling zetten. En heb je maar voor te grijpen. Dat is altijd makkelijk. Beginnen met olie. Een goede olie. Extra vierje. Ik doe ongeveer een half potje olie. En iedereen moet het een beetje naar smaak doen, maar ik denk een kwart tot een derde azijn erover bij. Dan neem ik in dit geval de kruidazijn, tip van de week. Dit zijn prachtige flessen van de Hoogvliet. Er zit een liter in en het kost nog geen 1,5 euro. Ze hebben ook een versie appelsieder en dit is de kruiden. Allebei hartstikke lekker. Goed idee om dat aan te schaffen. Half potje olie. Nou, ik weet ook. Ja. Dat is natuurlijk niet goed, hè? Ik weet uit ervaring, wou ik zeggen. Dat is dan weer heel dom. Hoewel zuur erbij moet. Dus als je in die fles knijpt, gaat het dopje vanzelf terug. Dat is dus wat mij overkwam. Maar je moet ook altijd even proeven, want de een houdt gewoon meer van zuur dan de ander. Voor het zoet doe ik, omdat dit een echte soort Arabische salade is. Ik zal zo het boek nog even laten zien. Heel leuk boek uit Israël is het. Granaatappelmelasse. Kun je kopen bij de Turk. En za'atar kun je ook kopen bij de Turk. Er staat 2 eetlepels, dus best wel. Za'atar. Za'atar. Oké. Okay. Je moet er een beetje mee spelen ook. Gedroogde chili. Nou, daar moet je natuurlijk sowieso een beetje voorzichtig mee zijn. Anders wordt die heel heet. Zout. En dan
voor de binding een klein lepeltje mosterd. Ik doe vandaag grove mosterd. Martie houdt niet van mosterd, maar in die dressing proef je dat niet terug. Dan hoef je er ook niet in te doen. Jawel, want het moet binden, schatje. Oh. Oké, en dan ga je schudden met het potje. Ja, daar ging de deksel. Het zou leuk zijn, de hele keuken onder de dressing. Deze is dus vrij donker, komt door die granaatappel. Nee, lastig. Ik kan wel iets meer van in. En wat zout vind ik. Maar dat is dus ook echt persoonlijk. En dan mag, laat je niks aanpraten. Je hebt je smaakpapillen niet voor niks. Ja, lekker. Nou, en dan gaan we dus alles klein snijden. Ik heb nog een leuke tip van Jamie. Als je met een vork door de komkommer gaat, dan wordt de schil wat soepeler en dan trekt de dressing er lekker in. En dat vind ik een hele goede tip, want ik vind de schil van de komkommer klein. Ja, sorry hoor. Martie, er gaat een nieuw kookboek. Nou, dat kan ik beter gelijk even laten zien dan. Als hij nog heel is. Ja! Hij is nog heel. Dit is hem, Tel Aviv gaat het over. Hij heeft de prijs van wacht even, ja. Gouden kookboek heeft hij gewonnen. Oh. Echt heel leuk. Hele leuke verhalen ook sowieso. Maar ook hele aparte recepten die je natuurlijk niet zo dagelijks maakt. Het is niet onze eetcultuur. Met de vork. Met grof geweld mag dat. Dan was ik dus aan het zeggen dat die schil vind ik niet zo lekker komt. Misschien wel als die gewoon uit je tuin komt. Maar ja. En zo pakt hij alle dressing op. Ik moet even kijken of wij deze keer een hele gebruiken. Want in het recept staat snackkomkommertjes. Die hebben ook al sowieso een soepeler schil. Maar ja, deze komkommer die kost 59 cent bij Lidl. En snackkomkommertjes 2,49. Dus als je een beetje op de prijs let, dan is het sowieso al makkelijk kiezen. Je kunt de zaadlijst eruit halen, dan heb je wat minder vocht. Maar voor zo'n salade vind ik het wel oké. Ik hou het even op iets meer dan de helft. De verhouding moet ook goed zijn, hè? De ui, niet in blokjes, maar in hele dunne ringen. Ik hou wel van rauwe ui. Heb je dat nou? Als je daar niet van houdt, dan moet je ze even een poosje in. Een beetje azijn. Met zout en suiker eventueel. Lekker. En dan worden ze veel milder. Maar ik vind het wel lekker. Een beetje pits. Maar hier denk ik ook weer een half is echt genoeg. Zo dun mogelijk. Daar heb je van die speciale apparatuur voor. Hoor. Ja, dan heb ik zo'n mandoline. Ik heb dan eentje van Tupperware. Maar ja, het is maar een half kruidje. Dus als je even oplet. Niet in je vingers snijdt, heb je het zo gedaan. Ja. De paprika, die kan er wel helemaal in. Zo'n punt paprika heeft nauwelijks lijsten. En zaadjes, dat heb je er zo uit. En de radijsjes. Nou, dan moet je maar even versneld afspelen, Smartie, want dat is niet zo spannend, hè?
Ik begin eens met 10. Het ruikt zo lekker als ze nog aan de tros zitten. Dat is groen. Ik schijn je ook te kunnen eten, maar dat doet niemand ooit. Ik tenminste niet. Ik doe ze even hier. Ja, dan doe ik de dressing er vast op. Dan kan die er lekker intrekken. En dan na 5 minuten of zo. Zal ik een mooi bordje opmaken. Dit is trouwens onze lunch. Maar dat zou je ook heel goed als avondeten kunnen doen. Als het mooi weer is. Wat het eigenlijk wel een beetje is weer. Grappig genoeg. Oké. Mooi kleurig geheel. Het grappige van deze salade is dat er dus geen sla in zit. Dat vind ik altijd wel leuk. Oh. Vind je niet? Ben benieuwd. Ik ook. Za'atar is eigenlijk het enige. Ja, en nu de keuze. Die kom je gewoon echt nog nooit gehad. Eetlepel of 4, 5. Mooi. Nou, dit laat ik even zo 5 minuten staan. Beetje familie maken, zeg maar. Nou, ik vind hem nu al beautiful. En dan maken we even een bordje op. Heerlijk delen. Basilicum gaat er overheen. Men zegt dat je dat beter niet kan snijden, maar beter kan scheuren. Dus dat doen we. En wat geroosterde sesamzaadjes. Nou heb ik die niet in huis, maar ik heb nigella gedaan. Dat voegt natuurlijk wel een beetje een andere smaak toe. Is sowieso ook wat pittiger in smaak. Dus dat moet je niet overdrijven. Nou, ieder de helft van de... Wat is cheese? Zoiets. Deze is echt super gezond, deze salade. Ik weet niet of je dat belangrijk vindt om te weten, maar het is zo. Echt. Hint, niet. Echt nog geen eetlepel. Anders proef je alleen maar nigellazaad. Dat is niet de bedoeling. Basilicum. Wat een mooi bordje. Ja, hè? En hij zegt, doe er even nog een klein beetje. Een hij. Krant heet hij. Van dat boek bedoel je? Ja, van dat boek, te schrijven van het boek. Een klein beetje van je beste olijfolie overheen. Nou, dat doen we maar. En dan is dit hem geworden. Onze lunch. Hoe vindt u hem? Het ziet er goed uit. Gaan we lekker eten. Bedankt voor het kijken. En voor alle goede berichten en adhesiebetuigingen over de oven. We hebben het nog niet opgelost. Smarty Marty heeft nog niet opgegeven. Dus wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Wij gaan lekker eten. En probeer het ook eens. Lekker doorkoken. Eet smakelijk en tot de volgende keer. Doei.